Dag allemaal, wat fijn dat je weer kijkt. Je denkt misschien, het is kerst geweest. Nu nog een verhaal? Ja, er is namelijk nog een wegwijzer waar ik jullie over wil vertellen. En ook die wegwijzer hoort bij kerst. De wegwijzer is ook hier te zien. Dat is de ster. Bij deze lichtjes hoort het volgende gedichtje. Drie wijzen uit het oosten, op weg door duisternis. Ze vragen aan Herodes waar de nieuwe koning is. Dan zien ze aan de hemel een schitterende ster. Vooruit met die kamelen, het is nu niet meer ver. Bijzondere wegwijzer die ook bij kerst hoort, komt uit dit boek. Het begon met licht. Luister maar. Het was midden in de nacht. Drie mannen liepen door het donker. Ze kwamen uit het oosten, uit het buitenland. Ze waren op weg naar het land waar het volk van God woonde. Het volk van Abraham, Mozes, Rut en David. Ze gingen het licht achterna. Af en toe bleven ze even stilstaan om naar de sterrenhemel te kijken. Kijk, zei de voorste, die heldere ster daar, dat is hem. Dat is de ster die ons de weg wijst naar het kind dat geboren is, het koningskind. Ik begrijp iets niets, zei de tweede. Er is daar toch al een koning? Koning Herodes, de Romeinse keizer, heeft het land daar toch veroverd? Hij is de baas over het volk dat daar woont. Tja, zei de derde, precies begrijp ik het ook niet. Maar het stond in de sterren. Ze bleven weer even staan. Gek, maar het leek wel of het licht van de ster die ze achterna gingen flauwer was geworden. En er stonden nog zoveel andere sterren te flonkeren aan de hemel. Welke kant moesten ze nu op? Zonder precies de weg te weten, liepen ze door. Die heldere ster zagen ze niet meer, maar er waren wel steeds meer lichtjes in de verte.
Niet aan de hemel, maar veel lager. Dat moest de grote stad zijn, de hoofdstad, Jeruzalem. Ineens was al hun twijfel weg. Natuurlijk, waar zou de nieuwe koning anders geboren zijn? Daar woonde koning Herodes toch ook? Snel holden ze de stad in. Aan de eerste de beste soldaat vroegen ze, waar kunnen wij de pasgeboren koning vinden? De soldaat ging vlak voor de reiziger staan. Pasgeboren koning, zei hij, er is hier maar één koning, namens de Romeinen. En verder mag er helemaal geen andere koning zijn. Toen liep hij weg en vertelde alles door aan koning Herodes. Die werd bang dat hij niet meer de baas mocht zijn. Daarom liet hij alle geleerden bij zich komen. Die schraapten hun keel en zeiden, we hebben in de oude heilige boeken gelezen dat de herder en leider van dit volk in het dorpje Bethlehem geboren wordt. Mooi zo, zei koning Herodes, dan weet ik genoeg. Hij liet de drie wijzen uit het oosten bij zich komen. Jullie moeten naar Bethlehem gaan, zei hij. En als jullie de pasgeboren koning gevonden hebben, kom dan terug om aan mij te vertellen waar hij is. Dan kan ik hem eerbiedig gaan groeten en mooie geschenken brengen. Maar dat was een leugen. Koning Herodes wilde helemaal niet dat iemand anders koning zou zijn. De wijzen vertrokken. Ze waren Jeruzalem nog niet uit of ze zagen de grote ster weer. Zaten wij even verkeerd in de stad, zeiden ze tegen elkaar. Ze dansten bijna, zo blij waren ze. Ze zaten weer op de goede weg. En nu hoefden ze alleen maar de ster te volgen. Eindelijk bleef de ster stilstaan boven de plaats waar Jezus geboren was. Ze gingen naar binnen en zagen het kind met zijn moeder, Maria en Jozef. Ze haalden een schat uit hun tas en gaven Jezus mirre, wierook en goud. Ze bleven een nachtje slapen. Ze droomden van het licht en van het kind dat geboren was. Maar ze droomden ook van koning Herodes. Het was een hele nare droom. Koning Herodes wilde de pasgeboren koning doden. Daarom gingen de wijzen niet terug naar Jeruzalem. Ze gingen langs een andere weg terug naar het oosten. Ook Jozef droomde dat er gevaar dreigde. Samen met Maria en het kind vluchtte hij met hun ezeltje naar Egypte. Daar bleef ze wonen tot Herodes er niet meer was. Toen gingen ze naar Nazareth terug.